Elektrisch rijden met een unieke meerwaarde. Dat is het gevoel dat u krijgt als u een proefrit maakt met deze vierwiel aangedreven elektrische auto. De twee elektromotoren worden door een 300 volt lithium-ion accupakket met een capaciteit van 12 kW aangedreven. De 2 liter benzinemotor die gekoppeld is aan een 70 kW generator kan de beide elektromotoren van stroom voorzien. De Outlander beschikt over 5 ruime zitplaatsen en is wegenbelastingvrij. Bent u geïnteresseerd in een proefrit, dan bent u van harte welkom in onze showroom aan het Vetkamp in Nijkerk. Een mening over vormen. 3 mensen zullen kort tot ons het woord richten. De eerste is de heer Worteboer, directeur van Ziegler Brandweertechniek Winschoten. Gevolgd door onze clustercommandant, de heer Noorland. En tot slot onze burgemeester, de heer Namboy. Hierna vindt de overdrachtsceremonie plaats van het nieuwe voertuig. En daarna is het volop gelegenheid om het voertuig te bekijken. Dames en heren, goedenavond. Mijn naam is Hans Worteboer. En ik spreek hier namens de bouwer van het voertuig. En dan moet ik meteen een kleine kanttekening plaatsen. Want dat betekent dat ons bedrijf misschien ook wel erg veel eer toekomt. Dit is een voertuig, het voertuig gaat u dan straks zien, die in de afgelopen 2 jaar in nauwe samenspraak met de werkgroep tot stand is gekomen. Dus ik wil toch even een aantal mensen noemen, of de mensen van de werkgroep. Bart Engeltjes, ook hier aanwezig vanavond. Herman ter Beek, Cor Schepping, Jan Staal en Niels ter Beek namens Oene. Het voertuig wat u straks gaat zien is het resultaat van een intensieve samenwerking met deze werkgroep in de afgelopen 2 jaar. Het resultaat van een aanbesteding die in 2013 al is gewonnen door ons bedrijf. En daarna voor een lange periode, bijna 6-7 maanden, intensief gewerkt is aan het fine-tunen van het bestek. Die periode hadden we nodig omdat het een complex voertuig is. Het is een voertuig die, laten we zeggen, een groot deel van de technologie die wij als bedrijf in huis hebben, ook hierin geïnstalleerd is. Daarna hadden we nog per gemeente een aantal specifieke wensen. Zo, we konden eigenlijk ook niet 3 dezelfde voertuigen bouwen. Maar iedereen had zo zijn eigen zaken die erop moesten. En daarnaast is er veel gesleuteld aan het bestek, aan de definitieve inrichting van de cabine, de crew cab zoals wij dat noemen, van de Scania waar die op het gevoerd is. Maar uiteindelijk is er een prachtig voertuig ontstaan waar wij als bouwer trots op zijn en waar u denk ik als gemeente trots op kan zijn. Toch een beetje reclame maken natuurlijk voor het product van ons bedrijf. Wat ik al zei, complex voertuig. De basis is een Scania met een crew cab, een 7-persoons cabine die achterop het voertuig en een verlengde uitvoering is gemonteerd. 370 pk, zeer terreinwaardig en verdeeld over 2 assen. 4000 liter water kan er meegenomen worden, wat erg veel is. Het is ook een groot voertuig geworden, zult u straks zien. 3000 liter pomp en naast de gewone brandbluspomp ook nog een separate bluspomp voor wat wij noemen een pump and roll functionaliteit. Je kunt met het voertuig blussen terwijl die ook rijdt. Monitoren op het dak, monitoren op de bumper. Een speciale kast die hydraulisch afgezonken kan worden om redgereedschap op zware materialen eenvoudig ergonomisch uit te nemen. En dat geheel wordt aangestuurd en bewaakt door ons nieuwste computersysteem. Z-control noemen we dat. Het lijkt een vrij conventioneel systeem, maar weet dat daarachter een hoogwaardig, wat we noemen CAN-bus systeem opereert. Die continu alle functies van het voertuig bewaakt en de bediening zo eenvoudig mogelijk maakt. Ik wens het Korps Putten heel veel succes in de operatie met het voertuig en nogmaals dank voor de samenwerking. Dan rest mij nog formeel even een cadeautje bijpakken. Jo, dank u wel. Alsjeblieft. Voor in de kazerne? Mag ik nog maar? Ja, ik denk het. De sleutels. En dan heb je natuurlijk zoiets van, zal ik ze wel uit gaan reiken? Want ja, ik hoor dat het zo'n fantastisch voertuig is. Dus ja, ik ben zelf ook brandweerman, dus misschien wil ik er eerst zelf wel even van genieten. En als ik het dan heb over die aanbesteding, dan zitten daar best wel heel veel haak en oog aan tegenwoordig.
Als overheid zijn wij verplicht om, als we boven een bepaalde drempelbedrag uitkomen, om een Europese aanbesteding te doen. Nou, dus een Europese aanbesteding, die start je ergens, dan krijg je een initiatieffase, een bestekfase en vervolgens wordt er een keer iets aanbesteed. Maar als je dan in 2012 begint na te denken over de vervanging van meerdere voertuigen, nou, dan heb je in 2013 ongeveer je aanbesteding gereed en dan de aanbesteding, dan moet de bouwer ermee aan de gang. Ja, en deze oplevering heeft iets langer geduurd, mede vanwege de problematiek rondom de Euro 6 motoren. Dat is net een problematiek van hoe kunnen we motoren nog meer milieuzuinig maken. En dat was ook een van de elementen die wel speelde bij de oplevering van deze voertuigen. Nou, een gemotiveerd en goed korps heeft natuurlijk goed materieel en goede huisvesting nodig. En een nieuw voertuig wat weer voldoet aan de nieuwste stand de techniek en wat betrouwbaar materieel levert, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dit korps heeft ook best wel gemotiveerde hoofdwerkgevers nodig. Want ja, de collega's die bestrijden het incident in de gemeente bij dag en ontijd. En in de dagsituatie waarbij ze bij hun werkgever zitten, dan zijn we altijd nog weer blij met hoofdwerkgevers die de mensen vrij afgeven. Maar hier zal de burgemeester op ingaan, maar ik maak toch even van de gelegenheid gebruik als clustercommandant om jullie ook te bedanken. En ik zou de burgemeester graag uit willen nodigen, zodat ik de sleutels van dit mooie voertuig, die ik liever dus in mijn eigen zak gestoken had, kan overhandigen aan de burgemeester. Klinkt, laat het maar zitten. Ja, dames en heren, waar sta je dan? Met sleutels van een auto waarin je nooit rijden zult. Dat heeft toch iets melancholisch. Dames en heren, fijn dat u allen in zo'n grote getale bent gekomen. En ik vind het bijzonder te prijzen dat met name een aantal werkgevers de moeite hebben genomen om vanavond in ons midden te zijn. Het is ook in onze veiligheidsregio in toenemende mate moeilijk om aan voldoende vrijwilligers te komen. Gelukkig is ons korps in Putten gezegend met een goed, een zeer enthousiast team wat er dag en nacht staat voor onze bevolking. Daarbij hoort vanzelfsprekend goed gereedschap in de vorm van onder andere een auto, maar veel belangrijker is het enthousiasme in de samenleving en het enthousiasme van de werkgever die steeds weer, wanneer dat nodig is, zijn medewerker af wil staan voor de publieke zaak, voor het redden van mens en dier, voor het blussen van een brand in onze gemeente en in onze regio. Heel veel dank daarvoor. En dan nu die auto. Met name werkgevers, ik zie daar meneer Van den Brug, het is bekend met vrachtauto's. Ik weet zeker dat u nog nooit een auto heeft besteld, diezelfde auto heeft betaald, terwijl die daarna niet van u was. Dat is hier wel zo. Vandaar dat ik zo even zei dat ik wat melancholisch deze sleutels in ontvangst nam. Want enerzijds is het natuurlijk een felicitatie waard dat ons eigen korps met goed materieel rijdt. Maar anderzijds is het ook symbolisch voor het feit dat we op zijn gegaan in een groter geheel. En ik spreek alleen maar de wens uit dat dat in de toekomst niet mag verhinderen dat onze mensen blijvend gebruik zullen kunnen maken van goed materieel. En ik kan het nog even niet laten, dat moet ook blijven in ons gebouw, in onze eigen kazerne. Ik wens u veel, veel werkplezier met een auto waarvan ik hoop dat u weinig nodig hebt. Dank u wel. Hey, Bijna.
Ja, hij staat er wel. Zullen jullie wat kunnen doen? Ja, dat snap ik. Ja, dat weet ik wel. Nou, ja, nou, ja, ga zo.